Goedemiddag allemaal. Welkom op deze Koningsdag bij de nieuwe live-uitzending. Ik ga even alles klaarzetten en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. De derde live-uitzending alweer. Het gaat alweer hard vandaag. In totaal zijn er 4 live-uitzendingen, dus we hebben het grootste gedeelte straks alweer gehad. Ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden. Kijk even of ik de reacties kan vinden. Ik zie de eerste kijkers alweer binnenkomen. Gezellig, leuk. Nou, vandaag even weer vanaf een andere plek. Vandaag gewoon lekker vanuit huis, want de winkel zit natuurlijk dicht. Normaal gesproken ben ik op de dinsdagmiddag altijd vanuit de winkel. Maar vanmiddag ben ik mijn hobbykamer een keer weer ingedoken. Werd ook wel een keer weer tijd. Was ik al eigenlijk een tijdje niet meer geweest. En wat ik vanmiddag wil gaan doen, dat weet ik nog niet helemaal. Het wordt een beetje creepy, een beetje een gokje. Want ik wil namelijk met verfjes aan de slag gaan en met de jellyplate. Maar het is behoorlijk warm in mijn hobbyhok. En ik weet niet zeker of het deze techniek vanmiddag te doen is in mijn hobbykamer of niet. Dus we gaan het zien. Ik heb een klein stukje voorbereid. Deze is nog niet helemaal af. Moet nog een klein beetje finishing touch met wat zwarte spetters en dergelijke. Dit is een beetje een idee wat ik wil gaan maken. Ik heb voor de zekerheid, heb ik alvast 1 achtergrond, heb ik ook al klaar. Dus mocht het vanmiddag falikant misgaan, dan heb ik in ieder geval een achtergrondje waar ik in ieder geval op kan gaan kliederen. Wat voor verf heb ik gebruikt? Nou, wij hebben al een hele lange tijd hebben wij de Dina Weckley Acrylic Paint in ons assortiment. Maar het staat al heel lang stil. Dit is ook een verfje. Dat heeft voor mij een beetje emotionele waarde. Want Kira Muurmans die deed hier heel veel mee. En op advies van haar had ik dat allemaal ingekocht voor de jellyplate. En zoals jullie wel weten, vind ik het nog steeds heel moeilijk. En daarom had ik deze verfjes ook elke keer nog aan de kanten laten liggen. Maar ik denk, ik moet nu toch een keer door de zure appel heen. En ik vind het ook zonde om het te laten liggen. Dus ik ben er gewoon, ik heb dit nu voorbereid. En dat is eigenlijk zo'n beetje mijn enigste test met deze verf. Dus kan ik jullie daar alles over vertellen? Nee, zeker niet. Vanmiddag ga ik gewoon een beetje random aan het testen samen met jullie en we gaan het zien. Wat ik nog wel wil laten zien, moet het alleen zo donker? Nee, ik heb er ook wat andere dingen mee gedaan. En dit is met nieuwe mask stencils die volgende week uit gaan komen. Maar je kan er dus ook lichtjes de achtergrond mee tamponeren als jij lichtere ondergronden gaat gebruiken. Dit is bijvoorbeeld ook een hele leuke. Daar heb ik bijvoorbeeld lekker zo'n lime groen bij gebruikt. Dus het kan allemaal. Er zijn verschillende kleurtjes. Ik had deze keer, omdat ik met de lijn van Yolanda de ronde aan de slag wilde, heb ik wat donkere kleurtjes gebruikt. Maar het hoeft niet. Het kan in allerlei kleurstellingen. Ik ga gewoon van start en we gaan het wel zien wat het gaat worden. Wat ik ook nog even wilde laten zien, dit zijn bijvoorbeeld ook wat random dingen nog gedaan op de jellyplate. Ben ik daar helemaal een kei in? Nee, zeker niet. Maar je kunt hier zeker wel weer mooie achtergronden nog van maken. Dus de achtergrond, het gaat niet altijd om hoe mooi het is. Het gaat er ook om wat de opbouw straks is. Met de opbouw maak jij de achtergronden pas echt mooi. Dus we gaan gewoon kijken of het gaat lukken. Nou, het papier waar ik op gewerkt heb, dit is het 300 grams van Vasen Creative. 300 grams aquarelpapier. Maar je hoeft niet per se met aquarelpapier te werken. Dus deze keer ga ik aan de slag met het paint on papier. Dat is ietsjes dunner, dat is 250 grams. En die heb ik op het formaat van A5, zeg maar. Daar kun je straks ook nog eventueel strookjes van afsnijden voor een slimline kaart. Nou, misschien dat ik deze op ga bouwen. Misschien dat ik dat later doe. We gaan het gewoon zien. Voor deze heb ik de kleuren turquoise gebruikt.
De kleur umber heb ik gebruikt, dat is een donkerbruine. De kleur olive en de kleur peacock. Nu ben ik aan het twijfelen wat ik vanmiddag zal gaan doen. Of dat ik met dezelfde kleurstellingen ga doen. Of dat ik toch zeg van we gaan nu even voor wat andere tintjes. Want ik vind bijvoorbeeld deze lime ook wel heel erg leuk met de ocean. En wat kunnen we daar nog meer bij doen? De turquoise misschien. En wat heb ik nog meer? Nou, roze denk ik niet. Maar misschien een klein beetje van deze tint erbij. Dat zou misschien ook wel leuk zijn. Of de blackberry erbij. Ik denk dat ik gewoon voor een andere kleurstelling ga. Dit zal toch ook vast wel leuk gaan worden. We gaan het gewoon proberen. Er zijn nog veel meer kleurtjes hoor. Ik heb nog niet alle kleurtjes open gehad. Er is genoeg leuks. Ik pak gewoon even twee pagina's tegelijk. Want dan kun je meerdere dingen tegelijk gaan doen. Wat pak ik er nog meer bij? Ik pak er even een jelly plate bij. Ik vind de jelly plate vind ik wel handig om op te werken. Want dat is gewoon een soort ondergrondje. Daar komt mijn verf op. Ja, Facebook is bezig met allerlei updates. En daardoor kan het voorkomen dat je niet alle reacties kunt lezen. Helaas kunnen wij daar ook niks aan doen. Even kijken, ik heb ook nog oranje. Ik denk dat we oranje erbij doen, want het is natuurlijk Koningsdag. Dat gaan we doen. Dit wordt gewoon een frisse combinatie. Geen idee of het matcht. We zullen het zien. Waarmee ga ik aan de slag? Ik ga aan de slag met een breier. Ik wil de achtergrond gewoon gaan breien. Dus ik ga niet rechtstreeks met de jelly plate op mijn achtergrond. Maar ik ga gewoon een achtergrond breien. Ik heb er even twee klaargelegd. Want dan hoef ik niet de kleurtjes ondertussen weer gelijk helemaal schoon te maken. Dan ben je zo aan het poetsen. Ik ga beginnen met deze turquoise kleur erbij doen. Ik vind paars mooier. Ja, we kunnen straks nog paars erbij doen. We zullen zien. Weet je, ik kan ook op de ene kan ik turquoise doen. En op de andere ga ik gewoon die andere kleur doen. Nou, gewoon random met de breier wat kleur aanbrengen. En moet het helemaal netjes? Nee, zeker niet. En jullie zullen zien, er komen straks twee totaal verschillende ondergrondjes uit. Dit is trouwens hele leuke verf. Het ja, droogt ook best wel snel. Dus je kunt er lekker mee door gaan werken. Een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Wiebelen over je papier heen. Dus niet te hard die ondergrond aanzetten. Ook hiermee zijn verschillende ja, manieren om te gaan werken met een jelly plate. Of met een breier. Het is gewoon ja, net wat jij zelf leuk vindt. Beetje verf erop. Deze ga ik ietsjes meer stippen. En dan komt er straks nog weer een ander gedeelte, ander kleurtje overheen. En zo ga je het gewoon opbouwen, zodat jij zelf denkt van, nou, die kleurencombinatie, die achtergrond vind ik tof. Daar ga ik verder op werken. Ja, het is Koningsdag, dus we moeten er toch wel wat mee doen, hè? Moet helemaal niks, maar ik vind het altijd wel weer leuk. En weet je, de jelly plate, die kunnen we straks ook nog gewoon weer gebruiken. Wie weet laat ik zometeen ook nog even één ondergrondje zien met de jelly plate erbij.
Dat is misschien ook wel leuk. Nou, mijn verf droogt wel vrij snel op de jelly plate, moet ik zeggen. Maar dat maakt niet uit. Dat komt een beetje omdat het hier erg warm is. Het zonnetje schijnt heerlijk. En dat werpt ook zijn vruchten af, want die schijnt de hele dag op mijn hobbykamer. Ja, en dan krijg je gewoon van die warmere temperaturen. Even kijken, wat ga ik doen? Ik ga in eerste de oranje even erbij doen. Wil ik er heel veel oranje bij? Nee. Ik denk dat ik bij deze wat oranje erbij doe. Nou, ze worden toch beide met oranje erbij. Want jullie zien wel, ik heb mijn papiertje daar geraakt. Maar de een zal net iets meer oranje krijgen dan de ander. Nu wil ik nog wat van deze erbij hebben. En ondertussen klieder ik ook mijn jelly plate een beetje vol. Dan ga ik namelijk straks even proberen of ik daar ook een leuke achtergrond mee kan maken. Die we er weer af kunnen halen en waar we ook nog weer wat op kunnen maken. Dus zo werk je eigenlijk met verschillende ondergronden tegelijk. Hier ga ik straks met de mask stencils weer leuk nog weer verder bij opwerken. Even kijken. Ik vind dat bij deze wil ik toch meer van die leuke kleur nog bij hebben. En het kan ook zijn dat ik straks maar een gedeelte ervan pak. Dat ik zeg van, nou weet je, ik maak er toch geen slimline van. Ik ga er gewoon bijvoorbeeld een gedeelte van pakken. Of dat ik er geen art journal pagina van maak. Maar dat ik er bijvoorbeeld een slimline van ga maken. Dat kan ook nog. Dus je kunt er allerlei kanten nog mee op. Oeh, hier zit een klein friemeltje. Dat was niet de bedoeling. Ik ga even wat proberen. Want deze achtergrond hebben we nu klaar liggen. En misschien is het wel heel erg leuk om te proberen of ik deze van mijn jelly plate af kan halen. Dus even een beetje wit erop. En een papiertje. Die heb ik ook klaar liggen. Oh, maakt ook niet uit welke kant. Ik leg deze er gewoon zo op. Nou, wat die kan dus niks. Dan is in ieder geval deze kant super gaaf. Want kijk eens, als je je breier uitrolt, hoe gaaf dit al is. Dus eigenlijk is het zonde dat ik mijn breier heb uitgerold op die jellyplate achtergrond. Want nu kan ik maar één van de twee kanten gebruiken. En ja, welke is nu het mooiste? Deze heeft niet alles afgetrokken, omdat hij gewoon eigenlijk te snel gedroogd is. Maar moet je kijken hoe tof dit effect is. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik vanmiddag op deze achtergrond met die Yolanda de Ronde stencils wat ga doen. Want hier kan ik juist weer heel erg tof op gaan werken met dat vintage. En dat vind ik voor dit, vind ik een bloemenstempel weer veel mooier erbij op. Omdat dit gewoon weer veel heftiger is qua kleur. Dus zie je hoe gaaf dat allemaal is. Dus niks weggooien. Alle achtergrondjes worden super tof. Hier ga ik misschien straks ook nog weer wat bij doen. Ja, zo zie je. Dit is eigenlijk een misbaksel van allerlei verschillende dingetjes, zeg maar. En ja, het is gewoon superleuk. Nou, ik kan ook nog zeggen, ik ga het een en ander hier nog weer op doen. Gewoon even wat proberen.
Ik wil er eentje bij gemaakt hebben. De witte verf is om het weer van de jellyplate af te gaan trekken. Dus je moet altijd even een laatste laagje erop doen, waardoor de verf weer actief wordt, dat je je print kunt gaan maken. Even kijken, wat voor kleur. Heel klein beetje groen erbij. Nou, jullie zien wel, het is nu echt, ja, eigenlijk wordt dit nu al veel te droog. Maar goed, het is niet anders. Ik pak er nu even wel een tweede blaadje bij. Want wie weet, als ik mijn breien straks uit ga rollen, dat er weer een tof exemplaar uitkomt. En dan heb ik hem weggegooid. Dat is natuurlijk jammer. Dus we hebben weer een achtergrondje. Even weer wat witte verf erop. Nou, ben ik hier goed in? Nee, zeker niet. Als je dit, daar zal ik ook echt nog mee moeten gaan stoeien. Dus er zijn allerlei dames die daar echt beter in zijn. Oh, nooit met je vinger erop doen. Oeh, kijk. Zie je hoe gaaf dit ook weer is? Dus alleen maar even je breien weer schoonmaken op een restantje papier. Nou, wat we daarvan maken, dat zien we nog wel. Maar ook dat wordt weer super tof. En kijk ook deze achtergrond is. Ik vind deze ook gaaf. Nou, nu wordt er nog keuzestress welke achtergrond we gaan maken natuurlijk. Nou, de jellyplate kan je gewoon weer schoonmaken met een billendoekje. Of eventueel in één keer in de zoveel tijd ga je eventjes aan de slag met een handgel. Daar kun je ook heel makkelijk mee schoonmaken. Nou, een jellyplate is dus super leuk. Ik zal deze verf er even afhalen. Uiteindelijk had ik er nog wel een print van kunnen maken met alleen de leftovers. Dus wat er nu nog op zat. Maar ja goed, dan zijn we zo lang bezig. Ja, wat ik wel zelf merk is dat hoe meer jij met zo'n jellyplate aan de slag gaat, hoe leuker het gaat worden en hoe makkelijker je ook een afdrukje gaat maken. Ik moet nog steeds zeggen, ik vind het vrij eng om ermee aan de slag te gaan. Maar dat zullen jullie vast ook allemaal herkennen. Nou, ik maak even mijn stuk hier schoon en ik ga mijn jellyplate even opruimen. Die heb ik vanmiddag niet meer nodig. We gaan nu aan de slag met een van deze prints. Nou, nu zie je wel, in korte tijd heb je dus een aantal prints zo kunnen maken. Nou, welke ga ik mee aan de slag? Ik ga vanmiddag met deze wat maken. Ik ga hem eventjes op maat snijden. Ik wil hem ietsjes kleiner hebben. Even kijken. Wat het formaat dan ongeveer wordt. Ik snij hem gewoon random uit, want ik plak er gewoon straks een andere kaart weer achter. Ja, ik heb ook de jellyplate eigenlijk te weinig gebruikt. Gewoon omdat ik bang ben dat ik dat niet kan. Terwijl, ja, het is gewoon oefenen en we zijn gewoon, ja, we moeten niet te bang zijn. Mijn kaart wordt 12 bij 17 centimeter uiteindelijk. Nou, zie je, dit is toch gewoon tof. Nou, daarop kunnen we gaan werken met onze leuke mask stencils, met stempels, met ja, van alles en nog wat. Nou, ik had gezegd dat ik met de Yolanda de Ronde collectie aan de slag zou gaan. Dus we gaan beginnen met, even kijken, een leuk mask stencil. Even kijken. Welke ga ik erbij pakken? Ik moet er nog twee hebben. Waar zijn die gebleven? Die heb ik hier liggen.
ga toch deze er weer bij gebruiken. Ik vind die zo leuk. Die had ik ook al mijn creatie, wat ik net had gedaan. Die, of net had laten zien. Die vond ik ook heel erg mooi daarmee. En wat ik dan even kan laten zien, is dat je het zowel met stencils kan gaan doen, als met structuurpasta of van alles. Even kijken. Ik ga beginnen met witte pasta. Ik wil deze wat lichter qua kleur hebben dan die andere waar ik mee bezig ben geweest. Ik werk nu op het paint-on papier. Maar het kan ook. Even kijken. Nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit is het 300 grams watercolor. Dit had ik nog klaar liggen. Dus het kan met beide soorten. Ik ga hier bovenin zo'n leuk puntje maken. Dat vind ik wel leuk. Nou, dames, het is Koningsdag. Vandaag is het feest. Ook bij Hobby Vision feest, want je kunt 10% korting kun je shoppen. Wat kun je nog meer? Nou, wij hebben dus de Koningsspelen. Dat heeft, volgens mij heeft Tietz het helemaal uitgedacht. In ieder geval wel het woord. Dat soort dingen, dat gaat mijn pet een beetje te boven qua organiseren. Dus ik ben blij dat we wat dames hebben die daarin lekker meedenken en ook meehelpen met organiseren. Nou, bij elke live krijg je een aantal letters. En morgenavond voor 6 uur moet je dus doorgestuurd hebben wat jij aan woorden hebt gevonden. Nou, bij mij krijg je ook weer een leuke letter. Een leuke letter, hoor meis. Een letter. En de letter die je bij mij krijgt is de letter I. Daar ga ik mee beginnen. Ik ga even kijken of ik hem zo in beeld kan krijgen. Dus ik heb ook maar even een oranje vlaggetje gemaakt. Oh, hier zit... Is mijn mask stencil niet helemaal mooi. Nou, dan ga ik dit stukje even pakken. Ik heb nu structuurpasta van Cadence. Maar je kan ook gewoon de gladde structuurpasta van Dutch Doobedoe gebruiken. Dat maakt helemaal niks uit. Structuurpasta kun je ook nog op kleur brengen met allerlei mediums. Ik ga nu gewoon voor de witte, omdat ik deze creatie iets lichter wil maken. Tenminste... Dat is mijn intentie. Maar als ik eenmaal bezig ben, dan gebruik ik vaak toch nog wel weer een beetje zwart erbij. Ik doe niet te veel op mijn spatel. Gewoon zorgen dat je elke keer even weer wat pakt. Kijk, dit stencil is toch gewoon echt tof. Even dit weer weghalen. Eigenlijk moet ik dit even ietsjes droog feunen, want anders dan ga ik er zo meteen geheid doorheen. Je moet met die... ik was ondertussen een beetje afgeleid. Maar je moet er ook nog een slagzin mee maken. Bij mij krijg je in totaal 4 letters. En dan krijg je vanavond bij Lisanne ook nog weer 3 letters. En dan heb je uiteindelijk... 15 letters nodig. Die 15 letters, dat wordt dus één woord. En daarmee mag je een leuke slagzin maken. Liefst iets leuks op hobbygebied. En de meest originele... De meest originele, die krijgt van ons een leuke surprise toegestuurd. Dus je kunt pas... het woord heb ik al. Nou, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Dan heb je iets, dan heb je een helderziende geest of zo. Dat je weet welke letters al gaan komen. Maar nee, dat is impossible. Ik vind dit stencil ook wel super gaaf. En weet je wat misschien ook wel heel leuk is? Hier zit zo'n heel leuk randje aan. Wat als ik nou eens met deze verf daar een iets donkerder randje van ga maken?
Met deze verf kun je ook gewoon tamponeren. En of het leuk wordt, nou ja, we shall see. Kijk eens, eigenlijk hoort hij dus gewoon net andersom. Maar op deze manier krijg je dus dat je wel weer wat contrastkleurtjes nog krijgt. Dan wil ik ook hier aan deze kant een klein gedeelte doen. Want er moet natuurlijk wel een beetje balans in mijn project blijven. Deze verf vind ik zelf heel fijn voor het schabloneren. Dus je kunt de achtergrondjes met de mask stencils kun je dus in dezelfde kleurtinten houden als waar jij de rest ook al van hebt. Ik wil er ook nog wat groen bij doen. Die leuke lime kleur. Corine had 3 letters. Tietz 4, Janine 4 en Lisanne 4. Oh, dan heeft Corine misschien 1 letter niet doorgegeven. Zou kunnen. Dan moeten we even kijken dat we Lisanne nog eventjes... dat die eventjes de laatste extra letter er nog bij gaat noemen. Dat wordt geregeld. Goed dat jullie even opletten, dames. Want dan zou het haast nog misgaan, inderdaad. En dat is niet de bedoeling. Nee, er moeten in totaal 15 letters. Want anders dan, krijgen jullie ergens een raar woord, denk ik. Zo. Ook dit gedeelte. Kijk, die lime is ook wel echt een tof kleurtje, hoor. Meestal ben ik niet zo van die felle kleurtjes, maar ik vind dit toch echt superleuk. Ja, dames, ik lees dat er niet alle letters zijn. Er komen dus nog extra letters bij. Dat houden jullie dus even te goed. We zorgen dat in ieder geval vanavond... dat jullie bij de laatste uitzending alle letters gewoon binnen hebben. Dat jullie dan alles hebben. Nou, ik kan wel alleen gaan tamponeren en schabloneren met die leuke achtergrondjes. Maar we hebben ook hele toffe stempels. En die wil ik er ook eventjes bij gaan gebruiken. Dus ik ga nu eens eerst eventjes in mijn stempelbakje kijken. Wat daar voor leuks in zit. Ik vind deze ook wel heel erg tof. Even kijken. Daar ga ik een klein gedeelte van gebruiken. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik pak er gewoon even een acrylblokje bij. Ik pak er een stempelinkje bij. Ik ga voor de kleur Peeled Paint. Ik denk dat ze dat wel leuk bij staat. Dat hoop ik dan maar. Nou, weet je, het hoeft niet helemaal netjes. Ik wil gewoon structuur op mijn achtergrond hebben. En dat gaat met deze dus onwijs leuk. Het is trouwens ook heel mooi om deze met witte embossingpoeder te gaan doen. Werd mij voor deze live uitzending ietsjes te veel. Oh, dames, het is niet handig om de letters hier natuurlijk allemaal in de chat neer te zetten. Want het is natuurlijk wel leuk dat de mensen de lives allemaal gaan kijken. Dus dat ze niet alleen maar deze live na hoeft kijken om alle letters te gaan verzamelen. Dus als jullie willen, graag even die reacties weer verwijderen. Want het is natuurlijk een spel voor iedereen en het moet voor iedereen leuk blijven. Degenen die enthousiast mee willen spelen, die moeten niet hier alles kunnen vinden. Dat is een beetje jammer.
Aangezien ik ook dat leuke turquoise kleurtje heb, denk ik dat de mermaid er ook wel leuk bij staat. En er zit zo'n leuke splatter nog bij. Die ga ik ook weer gebruiken. Dus je kunt gewoon gedeeltes over elkaar heen gaan stempelen. Gewoon net zolang totdat jij denkt van nou, ik vind mijn achtergrondje leuk genoeg. Dit is trouwens ook een leuke kleur, die mermaid. Die ga ik ook hier een klein stukje doen. Ja, nu zit ik te denken, ga ik er nog iets van zwart bij doen of ga ik deze gewoon lekker licht doen? Ik denk dat ik eens eerst even ga kijken wat ik aan plaatjes erbij ga doen, want dan weten we pas echt wat de bedoeling gaat worden. Hè? Super dat jullie het verwijderd hebben, dank jullie wel. Ik ga ook even kijken, het is al 4 uur, we zitten op de helft, dus ik ga er een tweede letter in gooien. De tweede letter die je bij mij hebt, dat is de letter E. Dus we gaan er een leuk vlaggenlijntje van maken. Even kijken, nou ga ik in mijn grabbelbakje. Ik heb al allerlei plaatjes uitgeknipt. Want anders zijn we natuurlijk heel erg lang aan het knutselen. En dat is ook niet de bedoeling. Want als ik alles moet knippen, dan zijn we wel een tijdje bezig. Maar misschien is deze oranje vlindervleugel wel erg leuk erbij. Kijk eens, daar krijg je wel een lekker fris voorjaarsdingetje van. Of we doen er een vintage plaatje bij, maar die vind ik veel te groot. Dat gaan we niet doen. We kunnen ook er een nieuwe vlinder van maken. Dan wordt een vintage vlinder op deze manier. En dan wil ik er iets onder maken. Ik denk een klein stukje ribbelkarton. En nog wat labeltjes. Ik had gedacht iets met die bloemen te doen. Maar ja, dat matcht totaal niet bij dit geheel. Even kijken. Die kan misschien eronder. Om dat weer een beetje terug te laten komen. Nou, we gaan gewoon eens even een beetje puzzelen, een beetje graaien, een beetje neuzen. Ja, weet je, er zitten geen bloemetjes in deze collectie die ik nu wil gaan gebruiken. Dus dat gaat hem niet worden. Een beetje ribbelkarton er weer bij. Ribbelkarton doet het altijd goed. Even kijken. Dan ga ik gewoon een stukje vanaf scheuren. Het wordt tenslotte toch een vintage creatie. En daar vind ik ja, ribbelkarton altijd wel leuk bij. De ribbelkarton ga ik dan ook even een beetje wit maken nog weer. Ja, dit zijn de knipvellen van Jolanda de Ronde. Ik zal ze wel eventjes laten zien, want ik heb ze nog wel wat in de buurt liggen. Die kan ik nog wel laten zien. Kijk, zo krijg je wel weer een beetje een grungy look. Dit moet wel ietsjes kleiner. Ik vind het te groot worden. Ik heb een gedeelte van de producten waar ik mee aan het werk ben, heb ik ook al gelinkt in onze groep. Dus dat kun je al terugvinden. Wat ik exact aan kleurtjes en alles ga gebruiken, ja, dat wist ik nog niet. Dus dat komt straks nog eventjes. En dan kan ik ook even in mijn knipvelletjes kijken of ik nog iets kan vinden wat er nog extra bij zou kunnen. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld de knipvelletjes. Ik heb ze dus al een aantal heb ik dus al geknipt. Er zitten allerlei elementjes bij die je er ook weer bij kan doen. Ik zit even te denken. Ik
zit een klein beetje in dubio wat ik ga doen qua opbouw. Het is gewoon allemaal te leuk. Dit is de tekst letters. Nou, letters erbij is altijd leuk. Er zitten ook nog wel wat leuke quotes bij. Hello op de vlinder. Nee, dat doen we niet. Dat is jammer. Zwarte bloemetjes gaan we ook niet doen. Ik heb desnoods. Wacht even. Wacht eens eventjes. Het kan ook nog anders worden. Dat we een halve vlinder van die gaan doen. Dat we deze net andersom gaan gooien. Want die vlinder kan ook door de helft. We hoeven niet altijd een hele vlinder te gebruiken. Dan heb ik nog een hele leuke kleine vlinder. Die kan hier nog. Nou, ik ga dit leuker vinden. Kijk, zo zie je, af en toe moet je gewoon een beetje gaan stoeien. Die wordt te groot. Die er misschien achter. Even kijken of dat leuk is. Nou, die kan hier misschien nog wel bij achter. Eventjes een beetje. Ik ga even een soort van compositie maken. Voordat ik alles vast ga plakken. Uiteindelijk ga ik straks, mijzelf kennende, van allerlei andere dingen nog weer erbij gebruiken. Maar goed, dat zien we straks wel. Een klein stukje bondgaas er nog weer bij. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Dan kunnen straks nog leuke teksten bij gaan gebruiken. Kijk, dat wondgaas, dat druk ik hier weer achter. Dus dat wordt niet te veel wondgaas, gewoon een klein beetje. Die vlinder die knip ik alvast even in tweeën. Die wordt vleugellam. Helaas. Kijk. Die kan daar nog weer bij. Hier dat vlindertje. Ga ik hier zo nog wat gesso op doen. Dan weet ik dat ik er nog ergens wat leuke tickets in moet hebben. Want die heb ik uitgeknipt. Maar waar zijn die? Text love. Dat zou er misschien bij kunnen. Ja, zo zie je, met deze velletjes kun je gewoon blijven spelen. Totdat je zelf zegt van, nou, dat vind ik leuk. We gaan voor de tekst hello, ze zwaait zo liefjes. Kan nog een leuk postzegeltje. Nou, ik zit in mijn bak te graaien en ik weet zeker dat ik van die leuke halve tickets heb uitgeknipt. Och ja, tuurlijk, die heb ik op mijn creatie, wat ik klaar heb liggen, heb ik hem geplakt. Nou, dat kan ik nog heel lang zoeken. Sleuteltje daarbij onder. Nou, ik denk dat wij een beetje gaan richting vastplakken. Vastplakken en de echte definitieve opbouw. Want anders blijven we bezig. Toch vind ik deze erbij wel leuk. Of ik moet zeggen van, ik doe hier toch nog een vlindertje achter. Nee, dat wordt te veel. Too much. Deze komt erop. Soms moet je gewoon blijven bij wat je bedacht had. En niet verder gaan miepen.
En dat gaan we dus ook niet doen. Nou, ik ga gedeeltelijk dit er weer afhalen. En dan gaan we eens kijken of we het nog weer op dezelfde manier terug kunnen krijgen. Zal vast niet lukken op dezelfde manier, maar we gaan een poging doen tot. Ik wil dit een klein beetje witter maken met gesso. Ik pak er eventjes wat gesso bij. Even kijken of ik een sponsje heb. Ja. Nou, ik heb allerlei soorten pasta's om me heen verzameld. Waarvan ik dacht van dat ga ik vanmiddag gebruiken. Nou, uiteindelijk heb ik dus van alles verzameld. En is mijn creatie zo totaal anders. Dat ik er dat gewoon niet bij kan gaan gebruiken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er gewoon een wit kantje bij plakken. Dat vind ik leuk. Ik denk dat er dan net wat meer Janine touch gaat worden. We gaan het gewoon doen. Het is tenslotte vintage. En bij vintage kan alles. Nou, ik ga deze keer eventjes voor het gemak. En ik ga alleen aan de achterkant een stukje vastplakken. Dan zit het ook sowieso vast. En dan kan ik er eventueel nog iets onder gaan schuiven. Nou, het is eigenlijk ook wel tijd om een leuke prijsvraag eventjes te gaan doen. Hè? Want we gaan ook bij elke live, gaan we, zoals we gezegd hadden, ook nog iets, een waardebon weggeven. Nou, bij mijn live heb ik een vraag bedacht en we hebben alles in de stijl van Koningsdag gedaan. En ook de koningsvragen zitten erbij. Dus wat is mijn vraag? Mijn vraag aan jou is, hoe ga ik de winnaar bekendmaken? Nou, om jullie eigenlijk allemaal een beetje gelijke kansen te geven, ga ik gewoon nu straks de vraag stellen. En jullie mogen het goede antwoord geven. Uit één van die goede antwoorden kies ik een winnaar, dus het is niet per se gezegd dat de allereerste die ook de vraag goed beantwoord heeft, dat die ook per definitie de prijs wint. Ik kijk gewoon eventjes straks, ik scroll door de lijst heen wie het gewonnen heeft. Dus ik zeg straks gewoon even start en vanaf start mogen jullie dan het antwoord en tussen start en stop kies ik iemand. En de vraag die ik heb, nou ja, op zich is het niet een hele moeilijke denk ik. Maar wanneer zijn Alexander en Maxima getrouwd? Dus op welke datum zijn Alexander en Maxima getrouwd? Wie weet, weet je het uit je hoofd? Wie weet, moet je het opzoeken? Maar vanaf nu ga ik start typen. En mogen jullie dus gaan antwoorden. Het gaat niet om alle prijs te geven aangezien iedereen anders ziet en Facebook heeft aardig vertraging. Ja, precies. Want ik zie dat mensen nu ook al reageren. Voordat ik überhaupt start had gezegd. Dus ja, er zit ook vertraging tussen mijn eigen praten en wat ik hier ook weer zie. Dus het gaat er gewoon om dat je tussen start en stop, dat je daar je reactie tussen plaatst. Eén van die winnaars, of één van die mensen die wint. Nou, volgens mij weten jullie het allemaal heel goed wanneer ze getrouwd zijn. Maar was het ook een leuk paar, hè? Ze zagen er toen echt prachtig uit. Nou, ik ga deze sleutel
hieronder plakken. En ik ga dit even met dubbelzijdig tape vastplakken. Omdat ik hier dus een lintje onder heb. En plakband en lint, dat gaat niet altijd helemaal goed samen. Dus vandaar dat ik het even op deze manier doe. Leuk vlindertje had ik erbij bedacht. Nou, deze creatie wordt echt totaal anders dan het voorbeeld wat ik bedacht had. Grappig is dat, hè? Dat je gewoon, ja, zoiets totaal anders kunt gaan doen dan wat je eigenlijk in je hoofd had bedacht. Ik ga deze, of dit leuke strookje, ga ik vastmaken met mijn nietmachine. Ik vind het altijd zo leuk om nietjes ergens op te gebruiken. Ik heb dan de niettang van Tim Holtz. Dat is een hele fijne. Vind ik. Kijk, nu kan ik die vlinder hier nog weer onderschuiven. En dan deze daar weer onderschuiven. Dan ga ik even kijken waar ik het postzegeltje nog ga doen. Nou, dat postzegeltje, dat heeft dus ook weer exact dezelfde kleur als mijn achtergrondje. Dus uiteindelijk matcht het weer allemaal bij elkaar. Dat is toch gewoon tof. Dit gaan we gewoon zo opplakken. Ja, ik had zeker als start gezegd. Dus vanaf nu mag je gewoon allemaal de datum typen, zeg maar. En ik ga nu ook zeggen stop. En dan ga ik even kiezen wie er gewonnen heeft. En dan ga ik zo meteen nog weer twee letters doorgeven. Mijn hand valt op. Jullie zien het, Deborah Roescher de Groot. Dus Deborah Roescher, jij hebt de waardebon gewonnen van 10 euro. Stuur even een e-mail naar janinesiemerink@gmail.com. En dan krijg jij de online waardecoupon en kan jij iets leuks daarvoor uit gaan zoeken. Nou, hoe leuk is dat? Ik had er veel meer gegund, maar ja goed, wij moeten ook een keer, we kunnen niet blijven weggeven natuurlijk. Ik zou het dolgraag doen, ik zou jullie allemaal een kans willen gunnen, maar dat is impossible. Even kijken, oh ik zie dat... Ja, huwelijken zijn uitgesteld door corona. Ja, dat wordt inderdaad ook, dat is nu aan de orde. Oh, zien jullie, ik ben deze vergeten. Dom, dom, dom. Nou ja, hoe komt dat? Omdat Janine gewoon nog niet helemaal fit is en nog geen focus kan houden. En Janine die leest nu van alles. En Janine die is nu van alles en nog wat aan het doen. En dan raak ik een klein beetje de kluts kwijt. Maar dat geeft niet. Ik vind hem uiteindelijk toch te druk. Dat wordt hem niet. Er gaat iets anders bij komen. Ik heb nog een strookie. Oh, we hebben nog leuke lettertjes. Die gaan we erbij doen. Ik ga dit zo doen. Ik ga deze zo opplakken. Nou, je kan dit ook met dubbelzijdig tape gaan doen. Dat doe ik deze keer niet, want misschien wil ik er straks nog even een zwart randje omheen maken. Dan moet ik nog even kijken. Kijk, deze gaat hierop komen. Ah, zij zwaait wel echt lief. Ik vind dit plaatje vind ik leuker dan die vlinders. Kijk, die vlinders die kunnen weer mooi op mijn oranje creatie wat ik nog had. Dus zo komt het allemaal weer bij elkaar. Hallo. Ik vind eigenlijk leuker dat hier iets omhoog komt in plaats van opzij, geloof ik. Of hier.
Ik ben er nog niet helemaal over uit met die tekst hello eigenlijk. Heb ik nog andere teksten? Vintage is hetzelfde idee. Dat werd hem ook niet. Ik heb nog wel zo'n klein vlindertje wat hier nog bij past. Die vind ik wel weer heel erg leuk. Zo heb je ook nog... Hé, dat is denk ik wel leuk. Een klein stukje van dat soort washi tape erbij. Dat kan er nog wel bij. Dan hebben we daar ietsjes meer kleur. En desnoods kan ik nog even wat stempelen daar. Hoorré. Nou, ik ben gewoon in dubio, dames, wat ik ga doen. Ik ben eventjes aan het brainstormen en dan word ik altijd eventjes wat rustiger. Want dan moet ik eventjes mijn gedachten laten werken. En ja, wij zijn wel vrouwen, maar we kunnen niet altijd twee dingen tegelijk. Hè? Dat zeggen ze wel altijd zo mooi. Maar uiteindelijk onder de streep is dat niet altijd helemaal waar. Ik kan er ook een stickertje uit een stickerboekje in gaan doen. Take a break. Nou, take a break kunnen we ook doen. Dat kan altijd. Even kijken. Create your own calm. It's time to move on. Nou, dat meisje dat loopt lekker door. Dus dat klopt. It's time to move on. Ik denk dat ik dat leuk vind. Moet er dit nog bij? Ja, kijk, daar een stukje van dat zwarte washi tape. Dan haal je dat zwarte ook nog weer terug. En dan denk ik dat er onderaan ook nog een heel klein stukje zwart moet komen. Om de balans weer te houden. It's time to move on. En dan wil ik hier ook nog een kleine tekst erbij. Nou, Sylvia. Zo heel oud ben ik nog niet. En dan is multitasken soms ook al wel lastig. Even kijken. It's time to move on. Wat kan er nog meer bij? This will all make perfect sense one day. Nou, dat kan toch prima? Ik vind het helemaal leuk. Nou, wat ga ik nog meer doen? Ik ga nog even weer een letter bekendmaken. Want ik heb er nog één, dat is de letter M. Maar ik ben ook nog niet helemaal klaar. Ik ben nog druk aan het pielen. Wat ik hierbij ga doen, is denk ik... Even kijken of ik nog een stukje zwart heb. Om deze op zwart te gaan matten. Of dat ik hem op wit doe. Maar ik denk haast dat hij op zwart gaat. En dan ga ik er nog even wat leuke randjes bij maken. En nog wat zwarte spetters. Zwarte spetters ga ik doen met een Posca-pen. En die heb ik ook nog wel in de buurt liggen, denk ik. We zijn er nog niet. Nee, ik vergeet de letters niet, maar we zijn er nog niet. En het is natuurlijk de bedoeling dat jullie tot het einde blijven. En niet, niet alleen totdat de cadeaubon er is en dat jullie dan weggaan. We willen gewoon dat jullie... zo lang mogelijk blijven hangen. Nee, dat is gekheid. Maar ik was ook wel een beetje in mijn element dat ik een beetje vergeten was, die laatste lettertjes.
Maar goed, dat maakt niet uit. Jullie kunnen nog steeds meedoen. Kijk, een paar zwarte spettertjes. Dus voorzichtig spetteren, niet te hard spetteren. Het kan alle kanten opgaan. Want ik wil dat meisje liever niet onder de zwarte spetters hebben. Dat vind ik bij deze weer iets minder leuk, moet ik zeggen. Wat heb ik nog meer nodig? Ik heb nog nodig een witte gelpen en een zwarte gelpen. Een witte gelpen gebruik ik om deze stikkertjes, dat zijn jullie ondertussen wel van mij gewend, om die een klein beetje af te zwakken. Ik vind het anders gewoon te heftig worden. Nou, ik had gedacht dat ik veel meer stempels en dat soort dingen op de achtergrond zou gaan gebruiken. Komt er deze keer gewoon niet van. Het hoeft ook niet altijd. Het gaat gewoon om dat jij er zelf een leuke achtergrond van gaat maken. Hier een stukje doodles langs. Voor de doodles gebruik ik nu de Signo Uniball de Eye. En dat is een waterproof gelpen. En hij is wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Ik heb deze op advies van Dini Sprako aangeschaft. Zij gebruikt hem heel veel met de doodlen. En hij is gewoon echt mooi dekkend. Kijk, zie je? Nou, ik vind hem toch wel helemaal leuk. Ik ga hier toch wel dat zwarte achter doen. Ik heb zo even geen zwart bij de hand, denk ik. Maar. Kijk, deze is ietsjes te groot. Maar in principe, als je het zo ziet, kijk op zwart, dan komt het er wel weer echt lekker felder uit. Ik ga hier. Ja, sorry, ik ben nog niet helemaal klaar, dames. Als ik eenmaal bezig ben, dan bedenk ik altijd van alles er nog weer bij. En ik ben dus ook nog niet helemaal klaar, want ik wil hier wat embossingpoeder overheen strooien. Gewoon voor een beetje vintage look nog. Maar ondertussen leg ik de laatste letter voor jullie klaar, zodat jullie de letters in ieder geval in deze live verzameld hebben. Wat voor kleur ga ik hierbij gebruiken? Ik ga de embossingpoeder, de Mint Chip van de Speckle gebruiken. Ik vind dat gewoon een geweldig leuk spul. Ik heb dat ook al heel veel gebruikt. Gewoon een klein beetje op je achtergrond strooien. Dat ga je straks van de onderkant verhitten. En het zal her en der een beetje blijven zitten. Ik vind dat gewoon zo leuk. Dus even vanaf de onderkant verhitten. Nou ja, weet je dames, het gaat ook niet altijd om het winnen. Want kijk, we hebben zoveel kijkers en er zijn gewoon niet zoveel prijzen. Ik kan onmogelijk iedereen een prijs geven. Maar wat wij wel kunnen geven is jullie een dosis inspiratie. Een gezellige Koningsdag, nu we toch nog niet zoveel naar buiten mogen. Ik hoop dat we jullie gewoon op deze manier een beetje enthousiast kunnen maken. Ook weer voor de hobby. En mocht je eventjes zelf in een creatieve blokkade zitten. Dat je gewoon weer even weet van nou, daar kan ik wel mee gaan starten. Daar kan ik wel mee gaan starten. Ik zal straks even dichter in beeld laten zien wat deze mintchip dus precies doet. Waar je wel even mee op moet passen. Je moet er dus vanaf de achterkant verhitten. Dat je dus niet te lang op één plek blijft, want dan gaat je papier aan de achterkant wel op den duur bruin worden. En op een gegeven moment gaat het zelfs een beetje roken. Dat is tenminste mijn ervaring, dus pas daar een beetje mee op. Nou, de overige gedeeltes die haal ik er lekker vanaf. Ik kreeg net ook de vraag van knipvel waar dat meisje op zat. Nou, helaas heb ik niet zo heel veel meer van dat knipvel nog over.
Want ik weet niet welk nummer dat is. Volgens mij heb ik haar niet meer op de originele nog zitten. Nee, ik heb haar al verder uitgeknipt. Dus ik durf niet te zeggen welk nummer dat is. Hij staat wel in de webwinkel. Dus dan zou je daar even naar moeten kijken. Het is in ieder geval het knipvel waar die bovenaan zit. En wellicht zitten die vlinders en die andere elementen ook nog weer op andere creaties. Of op andere knipvellen. Dus kijk er even tussen. Ja, inderdaad. Vandaag heb je ook 10% korting. Dus dat scheelt ook nog weer. De mint chip. Ik hoop dat ik het kan laten zien in beeld. Maar er zitten nu dus overal van die leuke structuurtjes op de achtergrond. En dat doet die embossingpoeder dus. Dat is gewoon een leuke hoogkorrelige embossingpoeder. Daar zitten ook wat gouden dingetjes in. Daar zit mint in. Daar zit wit in. Ik vind het gewoon echt een fantastisch spul. Ja. Moest even de vertraging afwachten. Nou, wat heb ik nu dus in mijn live gedaan? Voornamelijk zit de Clidra. De producten ga ik straks nog eventjes allemaal linken. Ik heb dus gewoon een leuke jellyplate achtergrond gemaakt. Ik heb daarbij de kleurtjes turquoise gebruikt. De kleur ocean. De kleur lime. En de kleur white. Nou, voor die andere achtergrondjes had ik ook nog de orange gebruikt. Dus die heb ik er ook nog bij gebruikt. Verder de knipvellen van Yolanda de Ronde, wat maskstencils. Even kijken, waarom aan de achterkant verwarmen met de embossingpoeder? Omdat dit dus een grof korrelige embossingpoeder is. En dat ga je dus niet met Versamark op je achtergrond doen. Dus het plakt nergens aan vast. En als je dus vanaf de voorkant gaat werken met je embossingfeun, dan heb je dus dat alles weer weggeblazen wordt. Dus je moet het vanaf de onderkant laten versmelten, zodat het grip krijgt op je papier. Dus dat is de reden. Nou, dit was het voor mijn live van vandaag. Volgens mij heb ik nu ook alles verteld. Mocht ik iets vergeten zijn, helaas pindakaas dan. Dan moeten jullie het maar eventjes nog in de reacties vragen. Anders ga ik bij deze afsluiten. En dan ga ik nog even regelen voor de laatste live van vanmiddag. Dat we, of voor vanavond voor de live van Lisanne, dat we dus alle letters goed krijgen. En even kijken. En dan gaan we... Ja, ik weet niet wat ik wou zeggen. Ik lees ondertussen weer wat en al ben ik het kwijt. Ik wil de scriptletters vinden die ik net liet zien van Studio Light. Ik zal zo de stempels van Yolanda de Ronde nog even laten zien. Ik wil nog één keer mijn letters noemen. Dat zijn de letters O, de letters M, de letter E en de letter I. En de stempel met de script... Ja, dit is de stempel met de script, maar die heb ik eigenlijk nu niet gebruikt. Dus, oh, je bedoelt deze scribble misschien. Dat is stempel... deze. Dat is de stamp BJ03. Die heb ik gebruikt. Dus dat was hem. Voor nu wens ik jullie alvast een hele fijne avond. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!